Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. En vandaag, na ongeveer 4 uur reizen, oké, iets minder, maar niet veel minder, zijn we weer aangekomen in Sleen, waar wij weer verder gaan met een etappe van het Pieterpad. Namelijk van Sleen naar Coevorde. En daar zullen wij vanavond lekker gaan slapen in een tentje. Het zou ongeveer 20 kilometer moeten zijn, iets meer geloof ik. En wij hebben er zin in. Het is vandaag Pieterpad met survival route. Nou, Sander, let's go! Hij wil niet. Raar. Altijd weer uitdagende paadjes. Deze hebben stiekem doornstruiken ertussen. En zoals gewoonlijk heb ik weer een korte broek aan als je dit soort paadjes hebt. Ken je dat? Wij gaan 3 dagen het Pieterpad achter elkaar lopen. We hebben alles mee, dus voor in ons tent, kookspullen, eten, drinken, kleren voor min 5 tot aan plus 40. Alles. Totdat ik er in de auto achter kwam dat we het Pieterpad boekje waren vergeten. Dat was even jammer. Gelukkig is het altijd super goed aangegeven. En buiten dat gebruik ik ook nog een GPX-trekker. In een ander filmpje van Linetta Test leg ik uit hoe die werkt en waarom ik hem zo fijn vind. Maar toch jammer, nu mis ik alle achtergrondinfo. Dus heb ik geen leuke weetjes deze route, helaas. Dat ik nog niet zo heel veel gefilmd heb en dat komt eigenlijk doordat de route niet heel erg afwisselend is. We hebben het grootste gedeelte vandaag gewoon langs wegen gelopen, door dorpjes en aan weerszijden weilanden. Geen wild tegengekomen, dus het is niet de mooiste route. Maar ja, we zijn de vorige keer ook wel erg verwend, moet ik zeggen. Oké. Welkom bij Linetta's Wilde Wereld. Daar hebben we ganzen. Maar niet de witte, het zijn de bruine. Ze kwamen net al overvliegen. Nu staan ze lekker in de regen. Ik denk dat ik regenkleding aan ga trekken. Godverdorie. We hebben het zo lang droog gehouden. Hier, om ze nou wild te noemen. Ook niet echt. Maar het zijn wel dieren. De etappe van vandaag zit er weer op. De tent staat inmiddels. Hij slaapt vanavond op de camping Kampjes aan. Aan het Stieltjeskanaal. Of zo. Stientjeskanaal. En we zijn super hartelijk ontvangen. Ik krijg zelfs een kopje thee. Stoelen erbij. Dus echt een aanrader. Kampjesam. In Drenthe. Bij Coevorde. En wij gaan even verder ons inrichten en ze opladen voor morgen weer een nieuwe dag. Doei! Bedankt voor het kijken!